Hier zien jullie Barend. Barend denkt dat hij een hele goede vingerborder is. Maar zoals jullie kunnen zien is hij hier toch aan het struggelen met het landen van zijn trucjes. Af en toe lijkt het alsof hij al helemaal niks kan. Hij is zo slecht dat hij zelfs niet eens een fatsoenlijke kickflip kan landen. Hey! Yo gasten van AlmostNormal, mijn naam is Bart en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag ga ik jou uitleggen waarom jij slecht bent in vingerborden. Wees gerust, je bent niet echt slecht in vingerborden. Maar ik ga jou wat tips geven waardoor jij denkt dat je slecht bent. Maar geloof me, dat valt allemaal reuze mee. Ja, ik heb namelijk gemerkt dat er een hele hoop mensen door mijn video's toch een vingerbord zijn gaan kopen. En het zijn gaan proberen. En dan niet verder kwamen dan dit, let op. Oh, wow! Oké. Shit. Ja, dat is natuurlijk niet wat vingerborden inhoudt. Met vingerborden wil je gewoon een tof trucje doen. Je wilt hem gewoon tof landen en dat het er goed uitziet. En dan kijk je naar mijn video's en dan zie je mij al die trucjes doen en alles landen. En dan denk je, what the fuck, hoe kan dat nou? Als ik dit doe, dan krijg ik hem niet eens de lucht in. Maar ik wil jullie even laten zien en laten weten dat het een aardige weg is voordat je hier bent. En dat het dus niet de makkelijkste hobby is. Nee, slecht zul je echt niet zijn. Wees gerust, dat is gewoon puur zodat je deze video zou gaan kijken. Maar de reden waarom ik hem zo heb genoemd, is omdat heel veel mensen direct nadat het niet lukt, na de eerste keer dat ze het proberen, het gelijk al opgeven. En dat is zonde. Ik wil gewoon niet dat je direct op gaat geven. En daar heb ik een aantal tips voor, zodat het wel gaat lukken. Yes, want vingerborden, het ziet er heel makkelijk uit. Ook als ik kijk naar andere mensen en mensen die nollie heel flips doen. Dat is, ik kan niet eens een normale heel flip, maar hier komt mijn probeersel op een nollie heel flip. Dat is dus niks. Zoals jullie kunnen zien, ik ben ook gewoon nog elke dag aan het oefenen. En dat is de allereerste tip. Oefen elke dag. Doe elke dag even een half uurtje. Al ben je bezig met de ollie, al ben je bezig met de pop shove it. Of een kickflip, of hoe ver je ook al mag zijn. Doe het elke dag. Blijf oefenen. Zie het echt als een instrument bespelen. Ik heb hier een gitaar staan. Maar als ik die gitaar zou pakken, dan kan ik er ook niks mee. En de eerste keer dat ik een vingerboordje pakte, kon ik er ook niks mee. Maar nu kan ik wel een aantal leuke trucjes. En ziet het er op zich steeds beter uit. En vind ik het ook steeds leuker om te doen. Dus ja, probeer gewoon consistent te oefenen, oefenen, oefenen. En zeg niet direct nadat het één avondje oefenen dat het niet lukt. Zeg dan niet gelijk van ik kap ermee of ik kan het niet of whatever. Want je kan het wel, het is gewoon oefenen. Zoals jullie konden zien, de nollie heel flip. Ik ben hem al, ik denk 2 weken aan het oefenen. En nou, ja, het lukt gewoon echt, het lukt gewoon niet. En ook ik denk dan wel eens, ik pak er niks van en ik voor fuck's sake weg ermee en weet ik voor allemaal. Maar wees gerust, het komt goed. Het is gewoon een kwestie van oefenen. En ja, het is op een vingerbord gewoon net wat lastiger om te leren, omdat het gewoon echt millimeterwerk is. Want je kan je vingers zo neerzetten, je kan ze zo neerzetten, je kan ze zo neerzetten. Je hebt allemaal verschillende manieren. En daarom leg ik ook altijd in mijn tutorials de focus op hoe je je vingers op het bordje moet doen, omdat dat gewoon heel veel kan uitmaken bij de uitkomst van je truc. En zo op een gegeven moment weet je ongeveer waar je je vingers moet neerzetten en dan is het makkelijker te landen. En ook al zet je je vingers dan iets anders neer, dan, omdat je dan de beweging van de truc kent, lukt het ook nog. Ja, de tweede tip, dat heeft wat meer met je boordje te maken. Want er zijn een hele hoop dingen die je kan tunen aan je boordje, waardoor die beter wordt. Geloof me, je hoeft niet per se een boordje van €120 te kopen, wil die goed zijn. Want dit boordje van €5 kan je prima dingen op leren. Is het net zo goed als dit boordje? Nee, dat niet natuurlijk. Maar je kan hier echt wel goede trucjes mee. Maar de aantal tips die ik jullie ga geven om jouw boordje in ieder geval goed te maken. Dat is tip 1. Doe je truc los. Want het is belangrijk dat je goed kan sturen met je boordje. En ook voor als je dan een truc ingaat, dan kan je hem iets insturen, waardoor je makkelijker de beweging kan maken. De tweede tip is als volgt. En dit is echt wel een super coole trick. Want op een gegeven moment is waarschijnlijk je riptape helemaal stoffig of een beetje viezig, waardoor je eigenlijk amper grip hebt. Wat je dan doet, is je pakt ome plakband erbij. Ja, want plakband, als je dat er overheen plakt, ik zal het even voordoen. Want als je plakband er overheen plakt, even kijken, je kan nu zien hoe het eruit ziet. En je plakt het er overheen en haalt hem er weer af. Je kan nu heel goed zien in het midden van mijn boordje dat er een stukje donkerder is. Daar heb ik dus nu het stof van afgeplakt, waardoor ik dus daar meer grip heb dan aan de andere kant. En dat is ook belangrijk, want ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk grip als je een trucje doet, want dan kan je hem makkelijker de lucht in gooien. Dus laten we dat dan even ook afmaken. En dan de derde tip, en dit is denk ik misschien een van de betere tips die ik ga geven in deze video. Alles op YouTube lijkt alsof het supergoed is, maar geloof me, ook iedereen die dat doet, staat daar een uur te filmen voor misschien net 2 minuten aan clips. Ik ook. En dan ga ik je gewoon eerlijk zeggen, als ik denk van, oh, zo'n trucje wil ik doen, dan ben ik daar gewoon soms tussen, nou ja, 5 keer proberen of 100 keer proberen mee bezig, wil ik hem eindelijk landen. Het lijkt op YouTube natuurlijk zo, alsof ze het allemaal in 1 keer doen, want ja, zo editen we het natuurlijk. Maar ik ga jullie zo meteen aan het einde van deze video, ga ik jullie laten zien hoe ik een trucje ga proberen. En dan ga ik hem gewoon versnellen totdat het me lukt. Ik ga proberen de hardflip te doen. Ik ben die ook nog aan het oefenen, dus dat gaat allemaal niet gelijk lukken. En ja, dan gaan jullie zien hoe lang ik dus echt bezig ben met het raken van een trucje, waardoor het dus minder lijkt alsof jij heel slecht bent en ik heel goed. Want mensen denken dus, oh, hun kunnen het allemaal in 1 keer. Dat valt echt heel erg tegen. Het valt echt heel erg tegen. Ik ben ook best wel lang bezig met de montages die jullie soms zien in mijn video's. Want ja, ik ben gewoon bezig om het goede trucje te landen. En soms land je hem maar niet clean genoeg. Dan wil je het gewoon nog een keer doen en dan ben je nog weer heel lang bezig. Dus dat duurt altijd wel even. Wat ik dus probeer te zeggen met deze tip, ook al lijken hun veel beter dan dat je denkt, het valt allemaal best wel tegen. En tuurlijk, er zijn pro's die het wel allemaal echt goed kunnen. Maar ik in ieder geval niet. Ik ben nog steeds best wel lang bezig voordat ik eindelijk een clipje land. En ja, ik vind het gewoon nog steeds een superleuke weg. Want het voelt juist beter hoe langer je bezig bent met een truc dat je hem landt, dan dat je het gewoon in 1 keer kan. Geloof me, dat gaat echt zo zijn. En de volgende tip is, blijf gewoon naar tutorials kijken. Ook al heb je hem al een keer gezien, kijk hem gewoon nog een keer. Probeer gewoon echt de tips die ze mee te geven, mee te doen. En op een gegeven moment ga je het voelen en wordt het steeds beter. En dan, ja, weet je, dan op een gegeven moment lukken de trucjes gewoon wel. Een instrument, dat kan je ook niet in 1 dag leren. En de mensen die dus net een fingerboardje hebben gekocht, ga ook niet verwachten dat je dit in 1 dag kan. Het is gewoon echt een hobby wat je moet leren. En dat vind ik hetgene wat het heel leuk maakt. Wees gerust, het komt goed. Je kan het wel, alleen je moet veel oefenen. Dat heb ik ook gedaan, moet ik ook nog steeds doen. En dan wordt het steeds beter en beter en beter. Alright, ik ga denk ik dan nu de hardflip maar proberen. Ik ga waarschijnlijk wel iets doorspoelen als het me niet heel snel lukt. Maar nu gaan jullie dus zien hoe lang het duurt voor mij om een trucje te landen. De hardflip, ik heb er best wel veel moeite mee. Dus ja, we gaan zien hoe makkelijk het gaat lukken. Ik hoop zo snel mogelijk, want ja, anders dan zitten jullie straks een half uur naar mij te kijken hoe ik een trucje niet land. Waarschijnlijk versnel ik het. Maar dan gaan jullie dus nu daadwerkelijk zien hoe lang ik bezig ben met een trucje, waardoor jij zeker weet dat jij niet heel slecht bent. Wees gerust. Dus dan gaan we dit nu even doen. Komt-ie. Ik land hem gewoon bijna de eerste keer. Dat is wel ziek. Ah, oh fuck. Alles gaat helemaal fout. Oh nee. Oh fuck. Oh god. Ja, nou whatever. Oh, bijna. Was dat hem? Niet clean genoeg. Yes! Oh! Nou, zoals jullie konden zien, dat duurde wel even voordat ik hem landde. Hij was nog steeds niet helemaal clean, maar ik ben er blij mee. Dat is dus de hardflip. En zo kunnen jullie zien dat ik dus echt niet heel snel mijn trucjes land. En zo laat ik ook zien dat het dus echt niet zo makkelijk is als dat het lijkt op de video's. Mochten jullie dit nou leuk vinden om zo te zien, lijkt het mij leuk om een keertje samen een tutorial te kijken van een andere YouTuber. En dan samen ook die truc leren. Lijkt jou dat leuk? Laat het even weten in de reacties. Verder heb ik niet zo heel veel te zeggen. Ik hoop gewoon alleen dat ik door deze video heb kunnen motiveren om het wel te blijven proberen en niet na 2 keer gelijk je bordje weg te pleuren. Gewoon proberen en blijven oefenen, want dan wordt het steeds leuker. Ik zweer het. Dan heb ik niet zo heel erg veel meer te zeggen. Ik draai me alleen nog wel even om, want nee, ik heb nog steeds geen 4000 abonnees. Ik zit op 3990. Ik kan niet wachten tot ik de 4000 abonnees heb. Heb ik dan misschien een leuke giveaway? Ja, misschien wel. Dus ik zou zeggen, heb jij nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.